dinsdagmorgen even weer bij Desita, maar de blaadjes dansen in één keer. Heel bizar. Het zal wel onder de wind komen, maar het ziet er heel grappig uit, alsof ze aan het zwaaien zijn. Paul is aan het proberen om spijkertjes weg te halen. Maar dat schijnt nog niet echt mee te vallen. Nee, maar goed. Want hij is de nijptang, tenminste hij is hem niet zozeer kwijt. Ik wou zeggen hij is hem kwijt, maar hij komt er niet zo goed bij. Om niet te zeggen dat hij er helemaal niet bij komt. Dus, ja. Dit schijnt uniek te zijn. Een heel klein stukje van een regenboog, maar dan veel breder. Maar het is geen regenboog of zoiets. Oké. Dat hoorde ik van Paul net. Ach, deze woensdag is niet tijgertjesdag. Vanmorgen was mama er nog. Maar geen enkel broertje of zusje. En nou de rest van de ochtend. En nou de middag... het begin van de middag is het nu, is hij alleen en de hele tijd loopt hij te huilen. Ja. En nu is hij natuurlijk even stil. Maar... niet jouw dag, het tijgertje. Ja. Hey lief, de buurman van de buurman kwam met een stuk water in meloen aan. Het was echt te donker om het te kunnen filmen, maar wat had jij vandaag gedaan? Het plafond in de badkamer dichtgemaakt. Ja, dat ziet er een heel stuk beter uit dan dat het er gisterochtend uitzag. Ja, er zat een groot gat in die opgevuld moest worden. Dus, maar goed, ik zeg al, we hebben het geprobeerd zelfs met een zaklamp erbij, maar het werd echt niet duidelijk op dit moment. Donderdagmorgen, we kunnen nu in ieder geval iets zien. Hoe dat het plafond er nu uitziet. Nog steeds wel vrij donker. Maar het is in ieder geval een heel verschil echt. Dat zei ik gisteren al. Maar het ziet er echt wel even heel anders uit in ieder geval. Inmiddels staan de profielen ook. Staan ze overal op al de profielen of nog niet helemaal? Ja, de basis wel. De tussenprofielen, die moeten nog gemaakt worden. Oh ja, de tussenprofielen, we moeten nog maar de basis... We hebben afgemaakt nu. En hij heeft ook lopen graven vanmorgen eerst. Dus, hij is weer lekker bezig geweest in ieder geval. En ik heb gewoon wat in de tuin verrommeld weer. Nog even de laatste lichtstralen van vandaag gaan we weer pakken bij Desida. Zo waren we eens een keertje samen. Mijn bezoek. Ik zeg, als ik nou rij, ga je dan mee naar Desida? Ja, zegt hij. Maar dat had hij ook wel gedaan als ik geen proef meer had om te rijden. Dus dat is mooi. Maar goed, even kijken of we nog wat kunnen spotten aan de vogeltjes. Vrijdagmorgen en ik vraag me af of er hier een kat bezig is geweest. Het lijkt namelijk eerder op een... echt een holletje van een of ander dier. We hebben dat aan de andere kant ook al een keer gehad. Bij het beton. Dus ik denk eigenlijk niet dat het van een kat is als ik het zo zie. Grappig. Van mij zit een bitsprinkhaan. Die zit op de muur van ons huis. Hij sprong net ook weg. Dus, nee, een sprinkhaan is het sowieso. Dat weet ik zeker. Maar... of het een bitspinkhaan is, dat denk ik dus, maar dat weet Paul misschien wel beter, denk ik. Paul? Volgens mij is het een bitspinkhaan, maar ik weet het niet zeker. Inderdaad een bitspinkhaan? Ja, echt een bitspinkhaan. Ik heb er al meerdere in de tuin ontdekt. Ja. Grappig, de hop is aan het bloeien. Ik had volgens mij al eerder dit soort dingen ergens gezien, maar ik zie nu dus dat het van de hop is. Oké.
grappig. Een visite in de caravan, maar die mag al eventjes buiten worden gezet. Zaterdagmorgen en gisteren heeft Paul het een en ander aan de staanders geplaatst. Er komt er alleen nog een aantal tekort. Ja, maar goed. In ieder geval deze kant is voorzien van staanders. Dus gedeeltelijk in ieder geval, geloof ik. Hoewel, nee, dit zit wel, geloof ik. Jawel. Ja. Nee. Paul veegt altijd de inkt uit, omdat hij links schrijft. Dus hij gaat nou proberen Arabisch te schrijven. Nou ja, op de Arabische manier te schrijven, maar dat is niet echt... Hij zit het nou in spiegelschrift te proberen, maar nee, het lukt ook nog niet zo heel erg, geloof ik. Leuk, de koppen, de extra koppen van die hoogste zonnebloem beginnen nu ook te bloeien. Even wat zonnebloempitten geoogst. Paul heeft een verrekijkerbril op, die heb ik een tijd geleden voor hem gekocht. Het blijft een grappig gezicht zo. Dan kan je inderdaad door knopjes aan de zijkant kun je echt zeg maar inzoomen op dingen die je wilt. Mini-miertjes, ja. Dat klopt. Die heb ik al, ja, die heb ik al vaker gezien. Dat klopt. Deze mini-miertjes? Ja, ja. Papi, pas dat hier zouden zitten. Nee. 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 Het werkt, zegt Paul, hè? Het werkt, zei je, hè? Ja, het werkt. Ik ben toen met die tunnelkaststuring bezig. Ja. En een van de dingen is dat hij moet weten wanneer die water gegeven wordt door de plantjes. Nou, ik heb hier in het rood zand staan, gebeurt helemaal niks. Nu wordt het 's avonds, het wordt donker. Hé, dan zegt hij, ik moet water geven. Dus mijn pompje gaat draaien. Nou ja, deze heeft een half uurtje gedraaid. En als het op de juiste vochtigheid is, schakt hij automatisch uit. Ja, oké, nou klinkt goed. Ga de copyright op aanvragen, zou ik zeggen. Patent of zo, hoe noem je dat? Ja, patent. Ik heb een paar vragen. Nou, of je patent een paar keer vragen, weet ik niet. Maar je kunt wel het complete systeem. Ja. Dus als er mensen zijn die willen sponsoren, hè, om het op grote schaal te maken, graag. En zelf heb ik weer wat CreaBea dingen af. Dus het blijft heel leuk om lekker zo bezig te zijn. Even onderweg naar het bos in ons eigen dorp. Ook al een tijd geleden weer dat we daar geweest zijn. Het blijft heel erg leuk om even lekker daar te wandelen. Zoals in alle bossen trouwens. Het riviertje is helemaal opgedroogd. Momenteel. Ook aan de andere kant inderdaad. Want hier hoort dus dat riviertje te stromen met wat we gehoord hebben. Zelfs een watervalletje ergens. Maar misschien wel een flinke waterval. Maar in ieder geval momenteel... Helemaal droog. Helemaal droog, ja. Inmiddels zondagavond. Maar het was heel mooi in het bos vanmiddag. En heel bijzonder. De batterij was alleen leeg. Dus ik kon verder niet echt... veel meer, maar ik heb eerst nog een aantal fotootjes kunnen maken en toen was die dus leeg. Maar ik heb een vlindertje op een gegeven moment op mijn horlogebandje gekregen. Die ging daar proberen te drinken. Daarna ging die op mijn hand zitten en probeerde die daar te drinken. Ik voelde ook echt zijn tongetje. En op een gegeven moment kwam er een vliegje op mijn pink zitten, dus toen bewoog ik mijn pink iets te veel. Toen was hij dus weg.
En ben ik even naar Paul gelopen. Die was verderop op het pad waar nog veel meer vlinders zaten. En daarna ben ik weer op het bruggetje gaan zitten. En toen de ene keer kwam die weer terug. Dan ging hij op mijn rok proberen te drinken. En daarna weer op mijn hand. Ook weer proberen te drinken. Dus in ieder geval was een hele mooie vlinder ook nog. Dat is een vlindertje die gewoon al mooi is van zichzelf. Maar als het licht op een bepaalde manier valt, dan zie je heel veel paars in de vleugels ook. Dus dat zie je dus niet altijd. Het is net hoe dat die zit, zeg maar. Maar het was wel heel erg bijzonder. Ik heb het vaker dat vlinders op mij gaan zitten. Maar dit was wel heel erg bijzonder zo, op deze manier. Laters.